Nou, beste mensen, een eigen watchface maken, hele uitdaging. Het lijkt ingewikkeld. Het is een beetje lastig, maar met het stappenplan moet het gaan lukken. We beginnen natuurlijk met een eigen ontwerp of een eigen tekening of whatever. Pas op dat het niet een geregistreerde foto is of zo. Dus je kunt het beste iets van jezelf maken. Nou, in dit geval mijn vorige was een Dacia. Ik denk niet dat dat problemen geeft. Daarvoor heb ik de Grateful Dead gebruikt. En mijn eerste was ook weer de hand van Jerry Garcia. Nou, ik wil nu met jullie samen een nieuwe maken. Dan laat ik even zien, dit is dan Photoshop, maar in principe maakt het niet zoveel uit waar je het mee doet. Afbeeldingsgrootte is in dit geval zeg maar 10 bij 10. 10 bij 10 met een resolutie van 72. Oké, nou, dan had ik hier een plaatje, die wil ik eerst doen, maar om nou overal mijn eigen dik kop op de horloge te zien, dat is toch niet zo interessant. Ik hou veel van science fiction, dus ik wou toch maar een science fiction thema gebruiken. Daarbij gebruik ik het schilderij van een goede vriend van mij, Willem Grift. Schuif ik deze in mijn achtergrond. Kan ik deze ook weg? Nou, je ziet het al wel eens veel te groot, dus ik moet hem even op maat maken. Vrije transformatie, dan hou ik de shift ingedrukt, dan gaat hij gelijkmatig, wordt hij dan kleiner. Kijk, daar gaat het mij om, die prachtige wereldbol. Zal ik die dan iets groter maken? Met een typische griftlijn noem ik het. Daarom kan je zijn eerdere werk herkennen. Nou, ik doe hem. Oh, ik kan nog draaien ook. Zeg, dat is ook interessant. Dan doe ik hem nog één slag groter. Nee. Ik doe hem zo mooi centraal in het midden. Dan heb ik eventueel nog ruimte voor letters. Van 1 tot en met 12. Nou, dit lijkt me op zich wel goed. Ik kan het nog even kijken. Als ik een kleine doe, heb ik iets meer ruimte. Nou, prima. Dit moet er worden. Bestand. Opslaan als. En dan als een JPG. Normaal is het PSD. Maar in dit geval wordt het een JPG of een PNG. Opslaan. Oké. Nou, dan komt het ook nog even in PSD formaat. Zodat ik hem voor de volgende keer nog heb. En dan tot zover het eerste deel. Thanks for watching. Nou, beste mensen, hier zitten we op de site waar je zelf je eigen ontwerp kan maken. Kijk, deze bijvoorbeeld is mijn Garcia met de kleuren. Even kijken of die andere, nou, daar staat alleen deze op. Je kunt best eerst inloggen, dat zit hierachter. Inloggen en je laten registreren, kost op zich niks. Alleen als je extra functies wil gebruiken, moet je daar natuurlijk weer voor betalen. Maar wij gaan, ik moet wel login. Dus, ik ga akkoord en onthoud mij, dat is makkelijker voor de volgende keer. Nou, oké, nou zit ik erin. En je kunt nou importeren, maar het gaat erom om de nieuwe watchface. Daar gaan we mee beginnen. En dan komen we in het scherm, het lijkt heel ingewikkeld, maar we beginnen gewoon bij het begin. De naam, nou, ik wil dit keer de science fiction als thema doen, dus ik doe science fiction en dat wordt een grift. Science fiction grift. En dan kunnen we wat trefwoorden doen, die moeten met een kruisje beginnen. Dus we doen science fiction. De grift voor de painting. Must fit base.
Nou, dan heb ik volgens mij wel genoeg trefwoorden even controleren. Nou, dat lijkt wel goed. Gaan we verder naar onder. Je kunt kiezen uit een digitaal ontwerp of een analoog ontwerp. Nou, digitaal, dat zijn de letters. Analoog betekent twee wijzers en plus eigenlijk drie wijzers. Twee en een seconde wijzer. Even kijken, ik heb science fiction als thema. Dan is het eigenlijk wel mooi om dit keer uit te gaan van een digitaal thema. Nou, die staat al op enabled. Wat we dan gaan doen is het lettertype en de grootte en de plaats aanpassen. Dus het lijkt ingewikkeld, het is allemaal heel eenvoudig. Maar we gaan eerst het bestand openen wat als achtergrond gebruikt gaat worden. Doen we browse en dan ga ik naar de juiste map. Fictional Adventures, ja. Dit was de goede openen. Nou kijk, hier komt het plaatje. En voordat we verder gaan, moeten we echt kijken of de basis goed is. En dat doen we simpel door op preview te klikken. Dan duurt het even. Kijk, en dan krijg je al te zien wat de standaard allemaal inkomt. En elk van deze items kunnen we aanpassen. Nou, het gaat er mij om, hoe komt het plaatje erop uit? Het is voor mijn gevoel wel goed. Dus daar gaan we nu verder mee. Dan gaan we naar de lettertype. Mijn ogen zijn niet zo best meer, dus ik wil graag een helder en groot lettertype. Nou wordt het lastig, want je hebt zoveel keus uit onbekende lettertypes. Ik doe meestal op de gok, net zolang dat ik er eentje tegenkom die goed lijkt. Nou, Almendra, dat is wel een mooie naam. Dat is een beetje klassiek. Je ziet hier verandert er nog niks. Dat gebeurt pas zodra we op preview klikken. Wat is Arant? Oeh, dit is wel iets duidelijker. Arvo, zou dat van Arvo Part zijn? Ja, netjes. Ik blijf bij de Archivo Black. Atomic Age, kijken wat dat is. Ja, oké, dat kan ook. Nou, ik denk dat we voor de Atomic gaan. Special Elite, wat zou dat zijn? Ja. Grappig. Special Elite of Atomic. Laten we die maar doen. Dus even kijken wat, wat voor kleur we doen. Wat zou er goed op uitkomen? Wit of geel, denk ik. Nou, we proberen het wel even. We doen standaard geel. Hier kan jij de geel die je wilt hebben, kan je ook doen. Als je bijvoorbeeld, ik ga nu voor de meeste geel, dan ga je daar klikken en dan zeg je op choose. Nou, dan gaan we kijken. Preview. Nou, daar hebben we de 10-10 in geel. Dat komt er best wel goed uit, eerlijk gezegd. Ik zou hem nog een slagje groter kunnen doen. Dat is font size. Dus even kijken wat hij doet. Dus op 140, dat heeft hij niet. Dan wordt 138. Preview. Nou, dat wordt hem niet. Dan gaan we naar 120. 120. Kijken wat hij doet. Het moet er nog iets binnenvallen. Dan doen we hem op de 110. Ja, ik ben een beetje precies. Ik ga naar de 102. Preview. Nou, dat moet hem worden. Nou, tot zover het lettertype, de kleur, de grootte. Als je hem op een andere plek wil hebben, dan, zoals ik al zei, kan je dat doen met de horizontale of de verticale offset. Gewoon aanklikken en op preview kijken wat wordt. En als het niet goed is, dan begin je weer verder opnieuw. Nou, background, dat doe ik verder niks mee. Dat staat op zwart. Hier doe ik niks mee. Analoog. Ik zal even laten zien wat er gebeurt als we een analoog doen. Kijk, hier heb je keuze 12. En dan doe ik ook de minuten ook op 12. En ik doe de
secondenwijzer op 12. Nou, eens kijken wat hij nou gaat doen. Preview. Kijk, nou zie je hier. En deze past sowieso niet, maar ik neem toch geen analoog. Dus ik ga hem weer uitklikken. Het was alleen even om jullie te laten zien hoe of wat. Preview kijken of die weg is. Ja, hij is weg. Nou, we hebben de grote cijfers in de 10. Wat we hierboven hebben. Dit is het weer. 14 graden, de batterijstatus bijna 100% en het aantal stappen. Dit zijn natuurlijk voorbeeld. Je kan... hier hebben we ook nog een datum. Maar goed, ik kan het niet goed zien. Nou, wat je in het scherm wilt hebben, wat je wilt laten weergeven, dat kan je kiezen uit deze hele rij. Background. Doen we op 0. Tenminste, ik heb een kruisje op 0. Gaan we dag van de week. Nou, interesseert me niet. Eigenlijk weet ik dat altijd wel. Dus die doe ik uit. Dag van de week doe ik uit. Preview, kijken wat er gebeurt. Nou, kijk, hier valt hij weg. Dag van de week, de datum. Ja, het is niet zo belangrijk, maar ik doe hem toch even eruit, denk ik. Nou, kijk, hier viel die weg, de datum. Dan gaan we naar het weer. Het weer zie ik eigenlijk ook altijd wel op de computer. Het gaat me vooral om de status van de batterij, het aantal stappen. En ik wil toch graag de hartritme of de calorieën. Nee, ik ga voor de hartritme en die wil ik dan in plaats van het weer hebben. Dan kijk ik naar het weer waar die staat. Die staat op 20 op de X en 60. Oké, nou doe ik de weer doe ik uit. En de heart rate doe ik aan, maar die gaat dan 20 op de 60. Nou, eens even kijken waar die dan in beeld komt. Dan gaan we naar de preview. Kijk, dat is netjes. Deze blijft staan zoals het was. En dit is de heart rate geworden, 78. Maar heb je nog plek om hier ook wat neer te zetten? Nou, we kunnen even kijken. De stappenteller hebben we gedaan, de batterij hebben we gedaan, de totale, de dag van jaar, maandag, de dag, de datum in het geel. Nou, zullen we die nog eens even kijken dan wat dat is? Preview. Oké, nou, weet je, dat is misschien toch wel makkelijk, de datum in het geel. Maar hij staat nou op verkeerde plek, dus dat moeten we aanpassen. Nou moet hij iets verder als de heart rate. Heart rate zat op 20, dus eens kijken wat we doen als we hem op 60 zetten. Preview. Oké. Gaat naar de 80. 80, preview. Oké, dit lijkt goed. Hij moet nou nog naar beneden. Ik denk dat we hem op de 150 zitten. 150, kijken wat hij doet. Of hij naar boven of... Ja, hij gaat naar beneden, maar nog niet genoeg. Dus we maken er nou... Je hoeft niet pijltjes, je kan ook het type 180. Preview, King Wadadad. Hij is nog niet genoeg, hè. Dus we kunnen het wel op 220 zetten zelfs, denk ik. 220. Preview. Nou, dat lijkt me wel mooi. Zet je goed in het midden. 84, kijken wat hij doet. Nou, dat lijkt mij beter. Volgens mij laat ik het hierbij. Vind ik het wel goed zo. Nou, hier hebben we een knop download. Dus die gaan we nou downloaden. En dan laat ik in deel 3 zien hoe je... van je computer naar je horloge kan brengen. Gaan we voor deel 3. Hallo luidjes. Deel 3 is eigenlijk het makkelijkste. We hebben bestand gedownload op onze computer gezet. Wat we nu gaan doen is het horloge op de lader zetten.
En dan verbinding maken met de laptop. Zo, dan is het altijd hier de drie puntjes. En de, als die contact maakt. Ik hoor wel een pom pom pom. Hij is behoorlijk aan het trillen. En kijk, 72%. Dus ik zit nu op de laptop. Nou, beste mensen, we hebben het bestand gedownload. Ik heb het hier in het mapje eigen gedaan. Gelijk wat grafische bestandjes gemaakt van de vier watchfaces die ik nou gemaakt heb. Nou, deze heb ik al eerder naar mijn horloge gekopieerd. Dus het gaat nu om, dit is het plaatje om de science fiction gift watchface. En dat is deze. Ze eindigen altijd op WFZ, watchface, nog wat. Dus het is de bedoeling dat we dit bestand kopiëren, of knippen. In ieder geval de kopiëren. En dan gaan we naar de Amazfit Pace horloge die ik heb, inmiddels heb aangesloten via de USB. En zijn eigen laadstationnetje. Even kijken waar die zit. Ja, op de een of andere reden heet hij nu op mijn laptop MTP. Terwijl die op mijn desktop gewoon Pace heet. Maar goed, als ik hierop klik, dan zie ik de interne opslag. Nu is het even zaak om de juiste map te selecteren. Want er zijn meer. Kijk, dit is Watchface Thump, niet gebruiken. Dit is punt Watchface, niet gebruiken. Het gaat om deze map. Rechts klikken, plakken. Nou, daar gaat hij. Hoppa. Oké. Het is eigenlijk net als zoals je muziek, de mp3'tjes, naar muziek kopieert en dan de mp3'tjes vanaf je horloge kunt beluisteren. Hetzelfde procedure doe je met de standaard van de watchface naar deze map. Gaan we naar de zip. Gaat die synchroniseren. Oh, hier heb ik hem beter in beeld. Nou, hij is nou bezig met synchroniseren, dus hij haalt nou alle gegevens van het horloge wat ik nog steeds aan de lader heb. Want je kunt op twee manieren kan je de watchface instellen. Ik laat nu zien hoe je het doet via de mobiel, via de bijbehorende app. Maar je kunt het natuurlijk ook via het horloge zelf doen. Instellingen watchface. Nou, hij is gesynchroniseerd. Dan ga je naar de Enjoy icoon. En dan, ja, bij mij is het Nederlands, horloge display. Als je het in het Engels hebt, staat er waarschijnlijk watchface. Horloge display. Nou, dit is die ik allemaal al eerder daarop had staan. Gaan we naar onderen. Even kijken, hier hebben we de twee fingers. Cherry fingers van de Grateful Dead heb ik eerder geüpload. En wat er nu bijgekomen is, is het Dacia Watchface. En hier heb je hem. De Science Fiction Grift Watchface. Wat we nu doen is hem aanklikken. Nou, dat zou voldoende moeten zijn. Nou stuurt de mobiel hem naar het horloge. Tot zover de mobiel. Ik ben nooit zo held met mobiels. Nou, dan gaan we kijken. Of we deze, hij zit op 84. Ah, kijk, hier heb je hem al. Dat is hem al. Ik weet niet of je hem zo goed kan zien. Nou, wil je het via de horloge updaten? Dan kan je naar onder schuiven. Dan kom je in het instellingenscherm. Kies je voor instellingen. En dan ga je door naar General, algemeen, General. Oh, komt een berichtje binnen. General, en dan zoeken we op de watchface. Even kijken hoor, moet ik hem even iets anders houden. Kijk, hier hebben we de watchface.
kijken. Ik moet dit even inladen. En dan opnieuw deze pakken. Kijk, en nou kan je scrollen tussen alle watchfaces die op je mobiel of op je horloge zijn gekopieerd. Even kijken of ik die van mij ertussen zie. Zo snel. Kijk, hier, dit is de science fiction watchface. Die hebben we nou vanaf de mobiel erop gezet. Even terugkijken of ik die Cherry Fingers kan vinden. Kijk, hier hebben we. Ga ik toch weer terug naar deze. Dit is mijn best gelukte tot nu toe. Nou, dat was al. Terug naar boven. En daar heb je hem. De Cherry Fingers watchface. Oké. Dat is al. Bedankt voor het kijken.